digitale overheid, ander woord voor elektronische overheid, dat klinkt zo van, er zit een motortje aan, als je op het knopje drukt, dan gaat het lopen. Maar in de digitale overheid, waar dan alles gebeurt. De site van Rotterdam.nl, dus gewoon onze site van onze stad, die is gewoon Rotterdam.nl. Daar vindt u alle informatie over Rotterdam. Dan nog zo'n site van de overheid, waar we liever niet mee te maken hebben, maar ja, helaas. Die van de Belastingdienst. ja. Want die hebben een eigen site met alles wat daarbij hoort. Nou, wat kunt u daar nou allemaal vinden? Nou, allerlei zaken over allerlei regelingen die er zijn. Wat moet u dan aan denken? Ja, alle zorgtoeslagen, huurtoeslagen, dat soort regelingen. De BKR-regelingen, alles wat er maar te vinden is. Kunt u allemaal tegenwoordig op internet vinden. Vroeger kwam u in de stadswinkel of in het stadskantoor. En dat was een hele grote muur vol met allerlei folders en toestanden. Die krijgt u ook allemaal digitaal tegenwoordig. Nou, wat ik al zei, hoe gebruik je die overheid? Nou, huurtoeslag aanvragen, zorgtoeslag aanvragen, vergunningen aanvragen. U wilt een dakkapel op uw huis? Ja, daar moet u een vergunning voor hebben tegenwoordig. U wilt een boom omzagen in uw tuin? Ook daar moet u een vergunning voor hebben. U wilt een feestje met de buren organiseren? Ook daar moet u een vergunning voor aanvragen. Ja. U kunt daar zelfs, kunt u daar nog een afspraak maken, zodat u nog wel echt iemand van de gemeente recht heeft over u krijgt die u kunt aanspreken. Nou, wat kunt u er nog meer? Een paspoort aanvragen, rijbewijs, uw autokeuring, uw APK-keuring, dat is tegenwoordig. Al die zaken kunt u allemaal terugvinden bij de overheid. Een stukje toeslagen.nl, en dat hoort dan eigenlijk, toeslagen worden betaald en uitbetaald door de Belastingdienst, maar de toeslagen hebben hun eigen site. In de loop van de cursus komen we er nog op terug. Waarom is het nou zo handig, die elektronische overheid? Nou, je hoeft er de deur niet voor uit. In principe hoef je niet meer, helemaal waar ook niet natuurlijk. Nou, geen wachtrijen, hoeft niet meer eerst een nummertje te trekken, vervolgens de stad in te gaan om 2 uur of 3 uur later aan de beurt te zijn bij de overheid. Je kunt tot alle dagen, 24 uur per dag, zaterdag of zondag, maakt allemaal niet uit, je kunt het altijd zelf online regelen. Ook buiten kantooruren, en dan komt die waar we eigenlijk voor komen, veilig met het gebruik van de DigiD. Daar kwamen we voor. Die DigiD. Uw digitale paspoort, waarin u alleen uw eigen zaken kunt regelen bij de overheid. Ja? Zo'n DigiD is strikt persoonlijk, is alleen voor uzelf. Het is ook de bedoeling dat u hem ook niet uitdeelt. Nee, niet aan de buurman, niet aan uw. Maar in de loop van de cursus kom ik daar nog een paar keer op terug. Nou, wat is zo'n DigiD? Nou, u heeft er eigenlijk alleen. Zo'n DigiD bestaat tegenwoordig uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. En in 75 van de 100 gevallen komt daar tegenwoordig zo'n sms-controle bij. Dat u op uw mobiele telefoon een code krijgt die u vervolgens moet intypen. Ja. Waardoor u. Kun je nog steeds zelf aangeven of je dat wilt. Hè? Ja, maar er zijn ook een aantal verplichten. Verplichten, oké. Okay. Ja. Of scannen. Ja, dat kan ook nog. Ja. Zo'n QR-code, zo'n business code. Dan kun je sms'en sneller. Ja, sms'en sneller, ja. Er zijn een aantal instellingen die dat gewoon verplichten zijn, zo'n sms-controle. Dus ziektekostenverzekeraars en dat soort zaken, die willen graag een soort 2-punt-verificatie, zoals het heet. Dus buiten uw gebruikersnaam, uw wachtwoord, ook nog een keer een fysieke handeling plegen door dat nummer wat op uw telefoon komt, ook nog een keer op uw schermen moeten intypen. Nou, dus zo ziet de inlog er ongeveer uit. De DigiD-app, de makkelijkste manier om in te loggen. Nou, daar zijn nog wat twijfels over. Maar ja, het makkelijkste blijkt nog altijd als je gewoon toch thuis achter de computer zit. Een gebruikersnaam en uw wachtwoord. Ja, wat zijn de nadelen van die DigiD? Ik gebruik hem zelf ook niet hoor. Ja, eerst moet je de DigiD-app op je telefoon zetten. Ja. Daarna moet je eigenlijk via allerlei omwegen bekendmaken dat de telefoon bij jou is en dat die goedgekeurd is. Want dat nog een mobiele telefoon met een oudere Android versie erop bijvoorbeeld, daar werkt het dan niet meer op. Je moet echt een telefoon hebben met de laatste Android versie
En dan nog zijn er problemen. En je moet elke keer op zo'n QR, zo'n quick response code. Oh. Zo'n zwart vakje met al die dingetjes erin moet je scannen om binnen te mogen. En ja, mensen die hebben daar nog wel soms nog een probleem mee. Het is vrij omslachtig. Ja, het is vrij omslachtig. Ja. Nou, waarom heeft u een DigiD nodig? Het is een digitale legitimatiebewijs. U kunt proberen uw paspoort voor de scherm te houden, maar dat gaat niet mee. Het zegt, het bent, het zegt dat u bent, wie u zegt dat u bent. Zo, dat moet het woord. Ja? Wat ik al zei, zo'n DigiD is persoonlijk, die is van u. Sommige mensen die gaan er nogal heel makkelijk mee om, die geven hem aan hun boekhouder, die geven hem aan de persoon die hun belastingformulier moet invullen. Niet helemaal de bedoeling, of eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Ja? Als u dat soort zaken wil regelen, kunt u altijd, komen we nog tegen, een machtiging aanvragen. U krijgt dan een speciale code thuis, die geeft u aan de behandelaar, aan uw verzekeringsman of aan uw boekhouder of noem maar op. En die kan eenmalig met die code inloggen om uw zaken te regelen en daarna is het ook voorbij. Ja. Nou, u heeft hem nodig om te kunnen inloggen bij de e-overheid. Zonder DigiD komt u nergens. U kunt het blijven proberen, maar het gaat echt niet werken. En dan, ja, de overheid geeft aan dat het veilig zaken doen is met de overheid, met het gebruik van de DigiD. Ze garanderen 99,9999% veiligheid. 100% kunnen we niet, want er zijn altijd van die maloten die denken dat het anders moet en anders kan. Nou, wat heeft u nodig voor een DigiD? Die stappen bent u al doorheen, maar een computer en internet, dat is wel heel handig, anders werkt het zo lastig. Uw burgerservice nummer, uw huisadres en uw e-mailadres. Met deze vier gegevens kunt u een DigiD aanvragen, kunt u daarmee aan de slag. Nou, dan kun je er een beetje mee. Nou, eigenlijk best een heleboel. Iets aanvragen bij de gemeente. Een folder, brochure, vergunning, noem maar op. Aangifte doen bij de politie tegenwoordig. Kunt u aangifte doen bij de politie digitaal. Want ja, op de politiekantoren zijn niet meer bezet. Of ze zijn er niet meer. Een pensioen bekijken. Nou, dan zijn er nog geen pensioen. Ja, ik krijg een pensioen aanvragen. Ja, u kunt zelf nu al kijken wat voor pensioen u krijgt als u 66 en 4 maanden bent. Ja? Bij de meeste zorgverzekeraars kunt u tegenwoordig digitaal uw zorgdeclaraties indienen. Ook met het gebruik van uw DigiD. U aanmelden voor de donorregister. Ze hebben dat pas allemaal weer aangepast. We zijn allemaal weer donor totdat u heeft gezegd van ik wil het niet. Voor 1 juli? Voor 1 juli, ja. Voor 1 juli moet je keuze kunnen maken. Je kunt het daarna altijd nog wijzigen. Maar, ja. Bij ziekenhuizen, als u naar het ziekenhuis moet, hoef je niet eerst te bellen en te doen en te wachten tot je aan de beurt bent. Bij de telefoon, maar je kunt gewoon online een afspraak maken. Het komt dan in de agenda van het ziekenhuis terecht. En dan kunt u vervolgens zelf uw tijd en uw dag kiezen. Daar heb ik al een vraag bij, want dan moet je wel een verwijzing hebben, denk ik. Maar dan vragen ze naar als u in het ziekenhuis komt, dan moet u toch altijd nog een keer melden bij een balie, dat soort zaken. Maar, ja. Dat kan geloof ik ook niet altijd, hè. Als je een beetje een complexe patiënt bent, dan is het ook weer lastig. Hè. Als je meerdere, dat hoorde ik laatst van Janneke. Ja. Is het dan niet van 1 juli ook voor iedereen? Alle huisartsen zijn nog niet aangesloten, daar zijn ze keihard mee bezig. Maar nee, bij ziekenhuizen kun je ook niet altijd een afspraak maken. Dat een beetje je kunt wel een afspraak maken, je kunt altijd een afspraak maken, maar je krijgt daarna gewoon een vervolg van. Zien dat het een complexe bezigheid is, vervolgens krijg je een tegenberichtje of een e-mailtje of een briefje waarin staat van u moet u, voordat u die afspraak verder kunt bevestigen, even bij ons langskomen om een aantal zaken door te nemen. Als u nu nog nooit geweest bent in een ziekenhuis, zult u altijd een half uurtje eerder moeten zijn om u naar zo'n registratiebalie te wandelen en u te laten registreren. Maar als u vervolgens een ponskaartje, toestand meegeven of wat ze tegenwoordig allemaal blijven zien. Ook met die QR-codes staan we tegenwoordig ook wel mee in het ziekenhuis. Een soort vakje dat je dan voor de scanner moet houden bij het ziekenhuis dat je binnen bent. Ja. Dat soort zaken.
Nou, wie doet er mee? Ja, nou, wie doet er niet mee tegenwoordig? Elke dag als u elke dag in zou loggen op uw DigiD-omgeving, dan zult u zien dat er elke dag nieuwe organisaties en nieuwe overheden zich aanmelden. Pensioenfondsen, waterschappen, noem ze maar op. Dat we daar niet mee te maken willen hebben. Oké, dat u niet geen contact wil met het waterschap Noord-Holland, dat is logisch, maar hij staat er wel bij. Elke keer als u inlogt, komt het hele rijtje wat zich pas aangemeld heeft, komt weer tevoorschijn. Even op opslaan klikken en u kunt vervolgens weer uw weg vervolgen. Als u een keer echt wil weten wie er allemaal meedoet, daaronderin staat een linkje naar een website. Nou, daar komt u wel een paar duizend namen tegen. Alle gemeentes, alle waterschappen, alle pensioenfondsen, alle ziekenfondsen, alle... Ja, dus ook semi-overheid. Ja, alle semi-overheid. Alles wat de gemeente en de overheid heeft, dat staat... Die link staat ook in het boek. Die link staat in het boek, ja. Ik wil nog even laten zien de site van het donorregister. Hij ziet er op dit moment alweer... helaas alweer anders uit. Het gaat... De slide is van 31 januari, we zijn ondertussen op 17 of 18 februari en hij is alweer dat zie je mijn hoofdsite, bij de site van de gemeente Rotterdam. Ja. Als je daar kijkt, 14 dagen later, ziet hij er weer anders uit. Ja, dat maakt het voor mensen vaak ook wel weer lastig. Die zijn gewend aan het is niet echt als ze al de plaatjes opzetten, maar ze gaan ook alle cijfers, alle lettertjes door elkaar gooien en op een ander plekje zetten en dan blijf je zoeken. Er staat. Als u, hij is inderdaad heel onder. Ja, inderdaad heel onder. Ja. Dat kan eigenlijk niet voor 1 miljoen. Op die link, als je, ik kom het nog wel een keer tegen hoor. Dat filmpje van de donorregistratie staat op YouTube. Donorregistratie, hoe gaat dat? Registreren kan online met je digicode. Je kunt dan je keuze direct vastleggen en altijd wijzigen. Wil je geen DigiD gebruiken, dan is er de mogelijkheid online een formulier in te vullen. Of je vult een papieren donorformulier in en stuurt die per post op. Voor registratie moet je minimaal 12 jaar zijn en ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente. Hoe gaat registreren? Eerst vul je persoonlijke gegevens in. Je hoeft nooit een adreswijziging door te geven. Dat gaat automatisch. Je kunt vervolgens kiezen uit 3 mogelijkheden. Keuze 1. Ja, ik geef toestemming. Je stelt je organen en weefsels beschikbaar voor transplantatie. Je kunt eventueel organen en of weefsels uitsluiten van donatie door ze op het formulier aan te kruisen. Een kruisje betekent niet doneren. Keuze 2. Nee, ik geef geen toestemming. Je bent geen donor en familie wordt niet gevraagd of jouw organen voor donatie mogen worden gebruikt. Keuze 3. Iemand anders beslist. Er zijn dan 2 opties waarvan je er 1 moet aanvinken. Je partner of familie beslist, of een door jou gekozen persoon beslist. Zij bepalen dan ook welke organen en weefsels gedoneerd worden. Nu moet je je registratie nog ondertekenen. Digitaal doe je dat met behulp van DigiD. Bij de papieren versie moet je onderaan het formulier jouw handtekening plaatsen. Wil je registratie wijzigen? Dat kan alleen jijzelf. Na registratie krijg je een brief met een pasje. Daarmee kun je je registratie nakijken. Je hoeft het pasje niet bij je te dragen. Bij overlijden gaan artsen ook niet zoeken naar een pasje. Zij raadplegen het donorregister. Alleen zij hebben daar toegang toe. Zoeken en vinden. Hoe kunt u zoeken via het internet? Als u bij de gemeente of bij een bedrijf moet zijn, hoe gaat u dan informatie vinden die u nodig heeft? Wat ook nogal een puntje is, is de taal. Hè? De taal die de overheid verzint om allerlei zaken met u te regelen. Sorry. Even een paar stapjes om voor uzelf makkelijker te maken. Als u iets zoekt. Wat zoekt u precies? Wat wilt u weten? Als u intypt in uw zoekbalk appeltaart, dan krijgt u 1,2 miljard oplossingen. Dus hoe specifieker u uw zoekvraag maakt, hoe specifieker het antwoord is wat u krijgt natuurlijk. Ja, vindt de juiste website, dat is natuurlijk ook logisch. Zoekt de juiste informatie en vindt de juiste informatie. Ja.
Een vraag. Moet ik aangifte doen van mijn inkomen? Krijg ik dan misschien wel geld terug? Nou. Wat, hoe gaan we dat vinden? Nou, wat zoekt u precies? Nou, aangifte gaat over inkomstenbelasting. Dus aangifte doen bij de Belastingdienst. Het gaat om inkomsten. U wilt weten hoe u aangifte doet. En u wilt weten of u misschien geld terugkrijgt. Dan zijn dat vragen die niet zo heel erg handig en snel een antwoord geven, maar er komt een antwoord. Als u bij meneer Google, onze oude vertrouwde zoekmachine, die vraag stelt van aangifte voor de belasting, dan krijgt u, zoals u ziet, 2,6 miljoen mogelijkheden om te zoeken. 2,69. Ja. Hoe verder u naar beneden gaat, komt u vanzelf allerlei mensen tegen die u dolgraag willen helpen met het doen van uw belastingaangifte. Als u dan maar wel uw portemonnee wordt gehaald. Verbaasd me dat de Belastingdienst nog bovenaan staat. Want ja, nou ja, nee, maar de Belastingdienst staat bovenaan omdat ze daar natuurlijk keihard voor betalen bij meneer Google. Ja. Anders staan ze daar ook nooit. Ja? Normaal gesproken, als je niet zou betalen, als de overheid daar niet voor zou betalen, dan komen die resultaten ergens onderin te zwemmen. Want dan krijg je eerst alle commerciële zaken en toestanden en dan komt de Belastingdienst. Nou, daar is hij dan hoor. Dit is de site van de Belastingdienst. Ook daar, op alle sites van de overheid, ook daar krijgt u altijd een zoekmogelijkheid. Als u daar intypt aangifte of loonbelasting aangifte 2019, nou, gegarandeerd dat u hij is al aangepast op de site van de Belastingdienst, staat er inderdaad ondertussen al aangifte 2019. Ja. Het is pas 14 jaar oud nog. Ja. Staat hij nu allebei op? Ja. Oké. En ook als u autoverzekeringen moet betalen, of autobelasting, wegenbelasting, ook daar een toeslagen betalen en ontvangen. Dit zijn allemaal vragen, dan kunt u naar de Belastingdienst, naar de site van de Belastingdienst, naar de open site van de Belastingdienst, hoeft u niet in te loggen met uw UGD, heeft u daar ook niet nodig. Dat is algemene informatie, is voor iedereen beschikbaar. Iedereen kan daarin kijken en doen wat hij vindt. Op het moment dat u echt naar uw eigen zaken wil, zult u altijd, zoals bij de grote pijl staat beneden, moeten inloggen bij de Belastingdienst. Aangifte doen in 4 stappen. Een beetje leuk neergezet, maar... Nou, zoek de juiste informatie in, dan gaan we nog verder. Als u daar dan inderdaad bij de zoekfunctie belastingaangifte doen voor het jaar 2018 of 2019 natuurlijk op dit moment, dan krijgt u, als het goed is, een hele bladzijde met. Nou, bij de belasting in ieder geval nog wel mee, krijgt u 47 resultaten in plaats van 2,6 miljoen. Dat is een iets beter zoekresultaat. Omdat natuurlijk, we zijn op de site van de Belastingdienst en daar vindt u niet alle commerciële aanbieders en dat soort zaken. Dus vandaar dat de resultaten veel minder zijn. Als we bladzijde 49 volgens mij in het boek, een aantal zoekopdrachten.